Thomas, we blikken terug op jouw wedstrijd. Verlies, voor de buitenstaander een verrassing denk ik. Voor jou ook? Dat ik op zich verlies, dat was niet echt een hele erg verrassing of zo. Het kan altijd gebeuren. Alleen ik ben niet heel blij met hoe het is gegaan. Dus, op de dag dat ik hier aankwam raakte ik geblesseerd aan mijn schouder. En heb toen eigenlijk tot vanochtend heb ik niet gesfeerd. Dus dagen achter elkaar niet gesfeerd? Dagen achter elkaar niet gesfeerd. Ik heb denk ik 4-5 dagen niet gesfeerd hier. Vanochtend was dus voor de eerste keer. Ik heb vandaag zelfs gespeeld met pijnstillers en zelfs dan voelde ik het nog. In je achterhoofd was ik zelfs bezig met misschien van als het echt slechter gaat geef ik nog op. Het was gewoon niet goed genoeg vandaag om te winnen.